Hey allemaal, welkom back bij Plants vs. Zombies. Dit is mijn walkthrough en we zijn nu bij part 4. En in part 4 zien we Crazy Dave. Yay, Crazy Dave. Oh ja, en dan zegt hij dat we voor $750, dollar is het, kunnen we iets fantastisch kopen. Dan kunnen we een extra plant meenemen per level. En dat is best wel handig. Want dan heb je meer dingen waar je uit kunt kiezen. En meer planten die je mee kunt nemen als je een level gaat spelen. Oké, dit is level 2-2. Volgens mij. En ja. Oh ja, hier bij deze hebben we de nieuwe Sunshroom. Die staat gelijk aan een sunflower. Alleen geeft hij eerst van die kleine zon af hier, zoals je wel ziet. Hij is ook lang niet zo duur als de sunflower. Hij is een half keer zo duur als een sunflower. Dus ja, misschien is dat iets handigs, misschien niet. Ik weet het niet. Maar toen ik de sunshrooms voor het eerst gebruikte, was ik niet zo'n grote fan van ze. Want je moet echt best wel een tijdje wachten voordat je echt grote sunshrooms krijgt. Ja, en als ze eenmaal opgroeien, dan geven ze wel meer zon af. Maar het is best wel vervelend als je geen geduld hebt. En het is niet dat ik geen geduld heb, alleen soms was het een beetje lang wachten en dan... En wilde je eigenlijk zon uitgeven aan iets anders, maar dat kon niet. Ja, dan was dat best wel vervelend. Maar ja, vandaag is het, de dag dat ik dit film, is het 30 november. Dus het is bijna december en ik kijk heel erg uit naar december. Want december, november... Het zijn altijd mijn favoriete maanden en zo. Dus, ook met de kerst. En ik ben toevallig ook jarig in november. Dus dat vind ik altijd wel leuk om dan om mee te maken en zo. Oh ja, die redden het nog net. Kijk eens aan. Ik had niet gedacht dat hij het nog zou redden om op tijd te exploderen, maar blijkbaar wel. Dat is mooi. Hier, kijk, nou zie je dat één sunshroom. Dat wil ik even laten zien. Je ziet dat hij nou groter is gegroeid. En nou geeft hij ook grotere zon af, zoals je wel ziet. En die zon staat gewoon gelijk aan 25 in plaats van 15. Dus dat is veel makkelijker. Hier, nou zijn er al drie. Drie van de 10 zijn er al opgegroeid. Dus ja, dat is zeker iets goeds. En hoe meer van die grote sunshrooms je krijgt, hoe sneller het zal gaan met de zon. Ja, en ik ben nou zelf op mijn eigen spel van Plants vs. Zombies ben ik nou opnieuw begonnen met Adventure Mode. Ik weet niet of dat ik dat al verteld had. Maar ja, dat gaat ook best wel goed. Ik ben nou bij level 3-8. Dus, of bij 4-8 bedoel ik. Ik ben een beetje de tel kwijtgeraakt. Dus als ik het fout heb en ik heb de vorige keer in een vorige video iets anders gezegd en dit klopt niet, dan... Dan moet je niet allemaal gaan zeggen van, ja, dat is fout. En, ik doe ook nog meer dingen dan alleen Plants vs. Zombies spelen. Dat zou je niet denken, maar het is wel zo. Ik heb ook nog school en dingen waarmee ik me eigenlijk bezig zou moeten houden. Maar ja, zoals je ziet zijn nu alle sunshrooms opgegroeid. En die geven nou gewoon allemaal 25 zon af. Zoals een normale sunflower. Maar dan zou je dus denken, hè, waarom pak je dan geen sunflowers voor dit level? Want die geven gewoon een normale zon af en die doen dat veel sneller.
Maar dat is dus waar je fout zit, want sunflowers die geven langzamer zon af, s'nachts dan overdag. Dus als je overdag een sunflower neerzet en die geeft dan 2 keer zon af, zeg maar, dan staat dat gelijk aan 1 keer zon af geven in de nacht. Dus het is 1/2 keer zo snel. Nou, we hebben hier best wel een goede setup, hè? Zo, repeaters hier zo, walnuts en de mushrooms hier zo. En hierachter de sunshrooms voor de zon. En dan nog hier een cherry bomb voor als er een huge wave of zombies aankomt. Ja, en het is wel apart, want je ziet hier die graven van de zombies, want er komen later ook zombies uit. Maar later komt er een plant, dan krijgen we een plant en die heet de Gravebuster. En met de Gravebuster, die zegt eigenlijk al een beetje, kunnen we dus die graven weghalen en dan komt er ook geld uit. En het belangrijkste daarvan is dat er nou geen zombies meer uitkomen in ieder geval. Nou, bijna alle zombies die we hier doodmaken, die geven geld af, dus het gaat wel lekker. Op dit tempo kunnen we zeker wel op tijd die dingen upgrade kopen voor hierboven. Ja, en zoals je ziet zitten we nu al aan 900 zon en ik kan er niet echt veel mee doen. Dus ja, ik hou het maar gewoon en dan zie ik het wel gebeuren. Ja, het is nooit erg om te veel zon te hebben. Dus je kunt beter te veel zon hebben dan te weinig. Ja, het vervelende is van die grafstenen is dat je er geen dingen kan planten. Dus als ik nou zeg van ik wil hier een paddenstoel hebben, dat kan niet. Want dan staat er you can't plant on graves. Dus dat is wel vervelend, maar ja, zoveel maakt het nou ook weer niet uit. Tenzij je echt een ding hebt gepland. Een setup hebt gepland voor helemaal tot aan deze rij of zo. Maar waar ik nou met mijn muis naar wijs. Deze. Ja, dan zit deze dus in de weg. En deze ook. Hier zie je, nou komen er zombies uit die graves. En die komen dan, die zijn al iets dichterbij als andere zombies. Dus ja, dat is dan hun voordeel. Maar dat was dus level 2-2 en dit is dan onze prijs voor het uitspelen van level 2-2. En dat is de Fume Shroom. Ja, ook best wel een goede mushroom plant. Oh ja, kijk, nu zegt hij al dat we, want we hebben blijkbaar genoeg, ik heb het niet in de gaten gehouden eigenlijk. En nou kunnen we dus een extra seed slot kopen. En dat is echt heel slim om te doen. En het is dus echt veel makkelijker als je dan zo'n level ingaat. Dan kun je, kunnen in plaats van 6 planten, kunnen we 7 planten meenemen. En daar zijn ook nog verdere upgrades voor. Dan kun je 8, 9 en 10. Maar die zijn echt heel duur. Dus ja, dat is wel... Maar dat is voor latere zorg, want daar zijn we nog lang niet. Ik zal de Fume Shrooms meenemen dit level in. Dan kan ik ze laten zien hoe ze werken. Ik kan het alvast een beetje uitleggen, want veel meer heb ik niet om over te praten. De Fume Shrooms, als je die neerzet, er is niet echt veel speciaals aan. Het enige speciale eraan is dat ze door screen doors kunnen schieten van sommige zombies. Want sommige zombies die gebruiken een screen door shield. En daar kunnen ze dan gewoon doorheen schieten, die Fume Shrooms, zodat ze sneller doodgaan, die zombies. Nou ja, dood. Eigenlijk. Want ja, soms zeg ik ook wel gewoon hè, dat een zombie doodgaat. En dan zijn er altijd mensen die zeggen van ja, hij is al dood en dat is onzin. Maar ja, het is best wel, je snapt wat ik bedoel eigenlijk.
ja, verder gaan we gewoon langzaam maar zeker door met Plants vs. Zombies. En ja, het blijft in het begin blijft het gewoon echt best wel saai. Ja, inderdaad. Nou, gewoon die kleine mushrooms uitzetten, die puffshrooms. Zolang die recharged zijn, moet je die gewoon neerzetten en dan, dan doen die gewoon een ding. Nou, ik zal nou fumeshrooms hier neerzetten om te demonstreren hoe ze werken. En dan zullen we zien dat we hier uiteindelijk een rij met fumeshrooms krijgen te staan. Hier, daar is er weer eentje opgegroeid hier zo. Ja, en ik heb ook nog repeaters gepakt in chompers en zo en walnuts. Ik weet niet echt wat ik daarmee ga doen. Ik weet ook echt niet waarom dat ik ze gepakt heb. Maar meer heb je eigenlijk niet nodig dan die mushrooms op deze levels. Nou ja, dan zul je zien dat de puffshrooms, die komen niet door die screen door heen. Want die schieten er tegenaan, dat hoor je. Maar de fumeshrooms, die schieten gewoon doorheen. Dus je zult zo dadelijk zien dat die zombie doodgaat zonder dat zijn screen door kapot is. Dus dat is het handige van fumeshrooms. Er is later ook nog een upgrade voor de fumeshroom. Die heet de gloomshroom. En ja, dat is eigenlijk zeg maar hetzelfde principe, alleen die schiet in 8 verschillende directs. In 8 verschillende wegen schiet hij. Dus je schiet naar boven, naar beneden, naar voor, naar achter. En dan nog opzij, diagonaal en ja, diagonaal kruislinks over elkaar. Dus dat is best wel handig. Ja, zoals je ziet duurt het maar even voordat al die sunshrooms opgegroeid zijn, want nu hebben we weer allemaal grote sunshrooms staan. Dus ja, ze zijn gewoon best wel goed en ik heb er ook niet echt mijn klachten over. Oké, okay, dit is dan de final wave. Hier zo, kabam. Kabam! Nou ja, en als deze dan dood zijn, of dood, dan zijn we klaar met dit level. En dan gaan we weer verder naar het volgende level. Ah, en dit is dus de Gravebuster waar ik het net over had. Een van mijn favoriete planten voor in de nacht, in ieder geval om te gebruiken. De Gravebuster, ja, die removes graves. Dus dit is hartstikke makkelijk voor als je zo'n level speelt en er staan heel veel van die graves en die wil je graag weg hebben. Dan pak je gewoon de Gravebuster en dan zijn ze weg. Zo, even denken, wat ga ik hiervoor pakken? Die heb ik niet nodig. Zo. Dat moet lukken. En dan beginnen we weer voor de derde keer in deze video inmiddels. Weer met een level. Ja, ik moet zeggen, het gaat toch al best wel goed. We zijn nu bij level 2-4 en dit is part 4 van mijn walkthrough. Dus we gaan best wel goed, vind ik. En het zijn langere video's dan jullie misschien gewend zijn. Van mijn Pokémon Sapphire walkthrough, die waren altijd een heel erg stuk korter. Maar dat maakt niet uit. Lange video's zijn misschien iets saaier om naar te kijken. Of voor mij moeilijker om te uploaden. Maar dat maakt niet uit. Het is ook een heel erg stuk makkelijker dan allemaal van die korte video's.
En want als ik ze ga uploaden, dan kan ik ook gewoon iets anders gaan doen. Dan laat ik hem gewoon meestal uploaden op YouTube en dan ga ik zelf gewoon iets anders doen. Is het op de computer, dan is het niet op de computer. Maar soms dan loop ik gewoon weg en dan ga ik gewoon iets heel anders doen. Dan laat ik gewoon YouTube de video uploaden. En dan zie ik het allemaal wel als het gelukt is. Ja, het valt me wel op dat... Oh, dit is leuk. Hier, zie je hem vallen? Zie je hem vallen? Daar gaat hij. Ja. Maar... Het valt me wel op dat de zombies die gooien nou echt heel erg veel geld af. Oh, en dit is de Gravebuster hier zo. Je ziet hem nou in werking. Hier, dat gebeurt dan. Dan haalt hij een grave weg en dan krijg je meestal iets van geld. Ik haal het liefste al de graves weg voordat de final wave komt. Want anders dan komen daar allemaal weer zombies uit en dat is ook niet echt handig. Je moet alleen zorgen dat je hem ergens plant waar hij genoeg tijd heeft om zo'n grave op te eten. Want als hij daar niet genoeg tijd voor heeft, dan wordt hij opgegeten door een zombie. En dat is dan 75 zon verspild eigenlijk. Ja, lekkere rustgevende muziek van de nachtlevels. En weer niks om over te praten. Kijk eens aan. Ja, Gravebuster, helemaal geweldig. En wat verder nog? Is er verder nog nieuws? Ik weet het niet. Nee, bij mij niet eigenlijk. Ik heb niet echt veel nieuws, weet je, in mijn leven gebeurt niet veel, dus dan is er ook niet echt veel nieuws. Oh, dan krijg je die stomme pole vaulting zombies. Daar heb ik zo'n hekel aan. Hè. Als je het waagt om een fumes room op te eten, dan... Oké, mooi. Oké, mooi, die is op tijd dood. En het valt me ook op, telkens als er zo'n huge wave of zombies naar je toe komt, dan komt er een extra beat in de muziek. Dus je hoort nou iets van een extra muziekinstrument erbij of zo, een extra beat hoor je erin. Ja, dat viel me laatst op. Ik vond het best wel apart, dus ik dacht ik meld het even. Ik dacht dat het wel waard was om eventjes te laten horen. Ja, zorgen weer dat we hier alle walnuts hebben staan voor de defense. En alle aanvallende mushrooms hier ook klaar hebben. En dan zitten we goed. Oeps, sorry. Ja, dat is best wel relaxend. Eigenlijk hoef je niet echt veel op te letten als je eenmaal dit hebt. En je bent in zo'n makkelijk level als 2-4. Dan kun je eigenlijk gewoon achterover leunen en hoef je niks te doen. Ja, soms als er dan zombies bij mochten zijn die geld afgeven zoals deze. Dan moet je dat wel in de gaten houden. Wil je al dat geld blijven verzamelen.
wat zeker niet onbelangrijk is. Ja, het is best wel een mooie middag. Het is de zon schijnt, dus het is beter dan een paar dagen geleden, want toen was het zo somber en toen regende het ook best wel veel. Ik dacht vanmiddag van kom, laat ik eens weer een walkthrough part gaan opnemen en ik heb toen niet echt veel betere dingen te doen dan dit. Ik had eerder vrij van school vandaag, dus ik dacht dan heb ik daar ook weer extra tijd voor om te doen. Dus heb ik hier ook weer extra tijd voor. Maar we hebben vandaag wel geluk, want echt heel erg veel zombies geven ik weet niet hoeveel geld af. Dus ja, die zombies hebben dat geld toch niet meer nodig, dus waarom zouden ze het dan houden? Nou, ik zie nou hier dat we al aan 21 minuten zitten ongeveer. En we zijn nog niet klaar met dit level. Dus ik denk dat ik nog eventjes afwacht tot dit level voorbij is. En dan zal ik hem maar snel afzetten, want anders wordt het veel te lang. En dan zit ik hier zo dadelijk 2 uur naar een scherm te kijken dat hij bezig is met uploaden. Dus dat is niet de bedoeling. Ja, dit zal ook niet al te lang meer duren hoor, want nou, als deze weg zijn, dan komt de final wave en dan zijn we klaar. Oeps. Ik klikte er even naast. Oké, dit is dan de final wave. We hebben een cherry bomb, waar zullen we hem gooien? Hier denk ik. En mooi zo. Nou, dan hebben we hier nog 4 zombies. Dat moet ook zo voorbij zijn. Chomper. Dan gaat het wat sneller. Jonge Chomper, zo, hoppakee. Ah, kijk, dat was het. Zoals je ziet is dit geen plant die we nou ontvangen, maar dit is dus de almanak. En in de almanak kunnen we alle planten en alle zombies die we ooit zijn tegengekomen, kunnen we zien met al hun informatie erbij. Ik zal dat allemaal nog wel eens een keer in een apart filmpje stoppen en dat allemaal laten zien als we helemaal klaar zijn met het spel. Maar in ieder geval, dan krijgen we dus weer een ding van Crazy Dave, een speech van Crazy Dave. Dit lees ik nog wel even. Whack a Zombie. Dan gaan we dus een spelletje Whack a Zombie spelen, alleen dat is dus voor volgende keer. En dan gaan we nou weer terug naar de main menu. Nou, dan zie ik jullie allemaal de volgende keer. Sorry dat het zo'n lange video was, maar... ik zal niet al te veel meer praten. Gewoon tot volgende keer bij Plants vs. Zombies. Houdoe.